Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is mijn verjaardag. Hey. Oké, dat was een leuk begin van de video. Nu gaan we eventjes weer gewoon serieus doen. Omdat het mijn verjaardag is, hebben we natuurlijk de Eet of Vergeet serie. Want het is woensdag. En we gaan... Oh mijn god. Oké, dit is dus wat je krijgt op het moment dat mieren ontsnappen. Even kijken hoor, mijn vingers zijn onwijs vies. Ik ben net in de tuin geweest. Zo, nou, in ieder geval... We hebben een stukje taart voor de Niger Nation. Om te vieren dat ik jarig ben. Lekker toepasselijk. Ik weet niet zo goed waar ze nu zitten. Alles gaat goed. Nee, dit ding flikkerde eventjes naar beneden, maar... Oké. Sorry. Alles gaat goed. Nou, ik weet in ieder geval niet zo goed waar ze zitten nu. Maar we gaan in ieder geval gewoon... stukje taart geven op het voedergedeelte en dan even een timelapse maken van hoe goed ze het gaan accepteren. Voor degene die zich afvragen, dit is Rise the Fly ofzo. Dus het is niet echt heel erg extreem zoete taart, dus dat zou wel kunnen dat ze het daardoor minder snel aannemen. Helemaal niks gebeurd voor zover ik heb kunnen zien. Misschien dat jullie in de timelapse wel dingen zien, maar ik zelf heb af en toe gekeken en kon niet zoveel zien. Het verbaast me wel een beetje, want het is natuurlijk wel taart, dus dan zou je zeggen dat de mieren dol op zijn. Misschien dat er heel veel mieren ontsnapt zijn en dat er daardoor weinig activiteit is. Misschien dat ze aan de andere kant van, van de bak zitten, want de bak is natuurlijk best groot. En aangezien aan deze kant het nat is en aan die kant droger, kan het ook zijn dat ze meer... hier zo zitten, als ik hier beneden kijk, zitten er toch nog best wel veel mieren. Ja, nu zijn ze wel een beetje weer aan het kijken. Maar goed. In ieder geval, het was niet helemaal wat ik ervan gedacht had, maar toch. Bedankt allemaal. Voor de 200 abonnees die we hebben gehaald. Super vet. Voor mijn verjaardag is het nog gelukt om de 200 abonnees te halen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Doei!